Goedemorgen allemaal. Fijn dat jij vanmorgen weer meekijkt met onze dienst. We hopen dat je een hele mooie tijd met ons zult beleven. En we willen op dit moment uitzingen dat we het deze morgen ook van onze Heer zullen verwachten. Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en uw trouw. Grote dingen hebt u beloofd tot eer van uw naam. Toen ik u aanriep, heb u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Welkom, welkom in deze dienst, welkom in deze online dienst, waar u ook bent, of u nou op de camping bent, in het buitenland, hier in Nederland of gewoon lekker thuis op de bank of op uw luie stoel. Welkom in deze dienst. Fijn dat u kijkt. Fijn dat we zo met elkaar gemeente kunnen zijn en met elkaar ook deze dienst kunnen beleven. Ook een welkom voor meneer Hofman. Hartelijk welkom. Fijn dat u hier bent. En we zijn heel benieuwd naar uw woord over het compassie van God. We zijn benieuwd. Zullen we deze dienst ook beginnen met gebed? Vader in hemel, dank u wel. Dank u wel dat we zo op deze manier bij elkaar mogen komen. Via de laptop, de televisie, in het buitenland, in het binnenland of gewoon thuis. Heer, dank u wel dat u ons ziet. Dank u wel dat we mogen weten dat u voor ons zorgt, waar we ook ons bevinden. En dat u ook tijdens deze dienst bij ons wil zijn. Dank u wel dat we zo deze dienst samen mogen beleven met muziek. Met uw woord, met gebed, het openen van de Bijbel. Heer, wilt u ons harten vullen tijdens deze dienst. Dank u wel dat we dat met heel veel mensen mogen doen, die allemaal meekijken. Heer, wilt u iedereen op zijn of haar plaats
zegenen. Amen. Vorige week had hij een weekje vakantie, maar gelukkig is hij deze week helemaal weer paraat op vakantie. En ik ben heel bijzonder wat hij gaat beleven, jongens en meisjes. En ik denk jullie ook, want jullie hebben hem vast gemist. Maar hier is natuurlijk weer Max. Max, die ging lekker naar het strand en lekker zwemmen. En hij heeft zelfs zijn diploma. Wow, gaaf hè? Maar of hij ging waterskiën, dat wist hij nog niet helemaal. En dat kan ik me wel voorstellen, hè? Want als ik het zo zie, vind ik het ook wel een beetje spannend. Maar Max zei het al, er is ook een verhaal in de Bijbel wat ook over water ging. Weet je, er staat in de Bijbel staat een verhaal over de Heer Jezus, de Zoon van God, dat hij in een boot zat op het water. En het water werd onrustig en zijn discipelen, die altijd bij hem waren, ja, die werden ook onrustig en zelfs een beetje bang. En toen maakten ze Jezus wakker en toen zeiden ze tegen hem, oh, help ons! En Jezus zei, waar maak je je druk om? Als ik bij je ben, gaat het altijd goed. En toen kon Jezus tegen het water en tegen de wind zeggen, ga liggen, word rustig. Tof is dat, en dat je dat mag weten, dat de Heer Jezus altijd bij je is, God altijd voor je zorgt, ook in deze vakantie. Hey, tot volgende week, doei! Yeah.
Heer, u bent zoveel meer dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak, alles wat ik heb, leg ik voor u neer. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zich. Onze God geeft zegen, Hij zal zijn gepreken.
leven, waar God zijn hand houdt uitgestrekt. Prezen, ieder zal hem vrezen, volken op de Heer, juicht en geeft hem eer. Is het je wel eens overkomen? Je hebt iets gemaakt waar je je hart in hebt gelegd, waar je ontzettend blij mee bent geweest. En op een bepaald ogenblik raak je het kwijt. Je kunt het nergens meer vinden. Je zet het hele huis op de kop en je zoekt en je trekt alle kasten open en alles wat je maar kunt opentrekken, zoek je. En uiteindelijk is het heel frustrerend en je weet het niet meer. En misschien heb je in je hart en in je gedachten wel heel veel verdriet en pijn. Ook wij zijn vandaag op deze dag iets kwijt. Namelijk de ontmoeting met elkaar, zoals we dat in de gemeente gewend zijn. We zijn op de een of andere manier allemaal zoekende naar een vorm. Een vorm en inhoud in deze tijd weer terug te geven van wat we graag willen. Samenkomen, elkaar ontmoeten. Elkaar een knuffel geven, elkaar een hurk geven. En we zoeken ernaar. En we zoeken naar wegen om daar weer vormen aan te geven. Maar zijn die vormen die we hebben en die we hadden en de waarheden die we hadden nu echt de dingen waar het om gaat? We hebben de afgelopen maanden gezien en gemerkt dat die dingen die we hadden zomaar weg kunnen vallen. En waar, als die wegvallen, waar zijn onze eikpunten dan? Ik wil met u nadenken over een paar versen uit de Bijbel, uit het Oude Testament en een paar uit het Nieuwe Testament. En die lees ik er tussendoor. En zo wil ik beginnen met een paar versen uit het boek Prediker. Prediker 3 vers 15. Daar staat, alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, zegt Prediker, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen en daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. In de grondtekst staan daar andere woorden. In de grondtekst staat daar het woord van dat God datgene opzoekt wat hem afgedaan of weggedaan heeft. En dat is de realiteit van het leven van deze wereld waarin we staan. We denken en we leven in een wereld die denkt dat we alles in handen hebben. Dat wij het wel even maken. Dat wij het wel doen. En we hebben eigenlijk in deze wereld God aan de zijlijn gezet. Maar God zoekt weer op wat weggedaan is. En hoe kunnen we dat nu weten? Als we een beetje teruggaan naar het Oude Testament, dan zien we dat God steeds weer het volk Israël opzoekt. En ook anno 2020 zien we dat God dat volk nooit losgelaten heeft.
En wat zien we dan in Prediker 3, vers 15? Daar zien we eigenlijk het vaderhart van God. Een vader die op zoek is naar datgene wat hem verstoten heeft, wat hem losgelaten heeft. En God zoekt hem weer op. Hij is het die een nauwe band met zijn schepping heeft. Hij laat zijn schepping niet los. En waarom niet? Omdat God zijn hart erin gelegd heeft. Het gaat God aan het hart dat zijn schepping van hem losgelaten, dat God dat zijn schepping hem losgelaten heeft. En zo kunnen we zeggen dat God compassie heeft met zijn schepping, met de wereld. Ja, God heeft compassie met u, met jou en met mij. Compassie, wat is dat voor een woord? Compassie vraagt, en ik zeg het even heel kort vanmorgen, compassie vraagt om een houding van gelijkwaardigheid, van moed en van ruimhartigheid. Zowel naar anderen als naar jezelf. En het heeft ook in zich dat je betrokken bent, ten diepste betrokken bent bij de pijn en bij het lijden van een andere. En die compassie van God, die zien we in de komst van onze Heer Jezus Christus. Die het leven in zijn volle leven in zijn volle omvang mee heeft gemaakt. Misschien kijk je vanmorgen. Of luister je. En misschien denk je wel, wat moet ik met al die woorden? Misschien voel je je wel in de steek gelaten. Misschien voel je je wel afgewezen. En je weet niet waar je het zoeken moet. Dan mag je weten dat God jouw schepper is. En dat die jou in Jezus opzoekt. Want hij heeft compassie met jou. Met andere woorden, hij wil ten diepste betrokken zijn bij jouw leven. Dat zien we als we in het Matthäus-evangelie verder doorlezen. Matthäus 9, vers 36. Daar zien we iets toen Jezus op aarde was. Daar zien we Jezus die een mensenmenigte ziet. En wat gebeurt er dan? Daar voelde hij medelijden met hen. Omdat ze uitgeput en er hulpeloos uitzagen. Als schapen die geen herder hebben. Er staat in het Grieks een woord wat veel dieper gaat dan een stukje medelijden. Er staat daar dat hij ten diepste geraakt werd. Het woord wat daar staat heeft het woord mededogen, medelijden, erbarmen, barmhartigheid, ontroering, bewogenheid in zich. En we kunnen dat woord, al die woorden, al die mooie christelijke woorden die we soms gebruiken, kunnen we samenvatten in dat hedendaagse moderne woord compassie. Het bepaalt je bij het beeld dat je de ingewanden in je omkeren of dat je hart zich naar buiten keert. Zo diep geraakt was Jezus toen hij die mensenmassa zag. En zo diep gaat het woord compassie. Dat is wat God in Jezus ons laat zien. Ik wil het even praktisch maken. Jezus is als mens geboren. Hij kende verdriet en hij kende geluk. Hij heeft lief gehad en hij is gehaat. En hij werd uiteindelijk vertrapt, oftewel uitgekotst door de mensen. Zo heeft hij het hele menselijk leven in al zijn diversiteit doorleefd. En is er uiteindelijk ten onder gegaan. Maar dat is niet het laatste. Hij is opgestaan. En hij leeft. God heeft in de Heer Jezus Christus de wereld opgezocht. En heeft zelf aan het leven geleden. En hij biedt daardoor juist redding en uitzicht. Want door hem, alleen door hem, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen ziekte, geen dood en geen ellende meer is. In de komst van het leven van Jezus zien we dat de wereld God aan het hart gaat. Want als dat niet zo zou zijn, dan is het niet te verklaren waarom dat God zelf zijn eigen zoon heeft willen geven om deze wereld te redden. Daar is die ingreep dan veel te ernstig voor. De vraag is of we dat aanbod aannemen. En misschien kijk jij en je zegt, maar dat aanbod heb ik al lang aangenomen. Maar ben je dan ook een volgeling van Jezus? Weet je, in het leven van Jezus zien we wie God is. Hij leefde het voor.
Stel je nu eens voor dat alle volgelingen van Jezus in deze tijd op aarde echt zo zouden leven als Jezus ons voorgeleefd heeft. Dat ze net zo zouden handelen en net zo zouden reageren als dat hij reageerde en handelde en wandelde. Zou het dan niet zo zijn dat de wereld in een rap tempo zou ontdekken wie Jezus was, is? En misschien kijk je wel vanmorgen en denk je bij jezelf, mooi, maar ik snap er niet zoveel van. En ik worstel met allerlei vragen. Durf dan vanmorgen eens te zeggen, ik wil blijven geloven in een goede God die uiteindelijk alles goed zal maken en die me door zijn geest wil bijstaan. Me wil leiden en me wil veranderen en ook hoop geeft. En als je dat aandurft, als je die keuze durft te maken om te zeggen, ik kom met alles wat ik heb, dan mag je. En dan kun je de woorden uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 4, vers 14 tot 16, heel persoonlijk maken. En dan kun je met me meezeggen, ja, ik wil ook in de moeilijke kanten van het leven blijven vertrouwen op de hooggeplaatste hoge priester die in de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Want hij is het die met mijn zwakheid kan meevoelen. Juist omdat hij, net als ik, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet gevallen is in zonde. Dat is overgave van jezelf. Met al je pijn, met je onzekerheden, met je vragen, met je eenzaamheid, met je moeite en verdriet. Wanneer je dat doet, dan is ook daar de belofte. Dat je zonder schroom mag komen bij de troon van Gods genade. Want telkens, waar we telkens hulp mogen krijgen, als we het nodig hebben. En waar we ook barmhartigheid en genade vinden. Dan geven we Gods geest de ruimte om het karakter van Jezus in ons te laten groeien. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws, dat God je opzoekt wat voorbij gegaan is. Dan ga je dat ervaren. Dan krijg je leven een heel ander perspectief. Dan mag je weten, hoe het ook zij, hij is erbij. Brengt God de storm tot stilte, soms leidt hij ons er doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen. Soms geneest hij ons van ziekte, soms laat hij het lijden toe. Hoe het ook zij. God ons over bergen, soms voert hij ons eromheen. Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal, wij gaan niet alleen. Soms laat hij ons in zijn armen, soms laat hij ons even gaan. Hoe het ook zij. Het ook zij, hij is erbij. Hoe het ook zij, hoe het ook zij, hoe het ook zij, hij is erbij. Hoe het ook zij, hoe het ook zij. Hij is erbij, hoe het ook zij. Mooie woorden die we ook mochten horen tijdens de preek van Jan Hofman. Dank daarvoor. God heeft compassie met je. Wat je ook gebeurt, wat er ook bij je speelt, God heeft compassie met je.
en kom met alles. Fantastisch om dat te mogen weten, dat we dat altijd kunnen doen. We gaan langzaam naar het einde van deze dienst en we willen dan ook de collecte houden. De collecte is deze week voor Compassion. Voor Open Doors. Ik zeg het verkeerd. Dat komt door dat woord compassie. Daar ben je natuurlijk helemaal door geleid. Maar hij is voor Open Doors. En Open Doors kent u natuurlijk. Er is al in onze gemeente meerdere keren wat over verteld. Ze verspreiden natuurlijk Bijbels in bedreigde en onstabiele gebieden. En ze bereiden ook christenen voor op vervolging en het lijden. En het is goed om uw collecte daarvoor te geven, uw gaven daarvoor te geven. We willen u ook de gelegenheid daarvoor geven. Ik weet niet of het plaatje in beeld vond van de Gift-app, maar we willen u dat bij harte bij u aanbevelen. Uw gift voor Open Doors. Ik wil graag met u danken en bidden voor de komende week en voor deze dag. Heere God, dank u wel dat u er bent. Dat u ons nooit alleen wilt laten. En Heer, als we ons alleen voelen, dan mogen we ons ook een keer afvragen of we u niet alleen hebben gelaten. En Heer, als dat zo is, als we dat ervaren, misschien vanmorgen wel, dan mogen we ook eens even bij onszelf kijken. Wilt u ons ook aanraken door uw geest? Heer, dat we misschien wel een stap even moeten maken om te zeggen, ja Heer, ik heb u eigenlijk wel een beetje aan de kant gezet, maar ik heb u nodig. En dan wil ik bidden, Heer, dat u dat door uw geest, Heer, en ieder die ook deze boodschap en deze liederen heeft gehoord vanmorgen, dat ze dat mogen doen. Die stap mogen maken om te zeggen, hier ben ik, Heer, wilt u me maar leiden. En ik wil mijn leven voor het eerst en voor misschien wel opnieuw weer aan u toewijden. Wilt u me de moed geven, want ik mag geloven dat u compassie met me heeft. Dat u me vasthoudt, dat u me wilt leiden, dat u me wilt veranderen naar het beeld zoals u het bedoeld hebt. En Heer, dan weten we dat we dat in alle eenvoud en in alle vertrouwen ook naar u mogen uitspreken. Want Heer, u belooft ons, als we dat bij ons komen, dat u zelf, Heer, de vrede in onze levens wilt uitwerken. En dat u ons in alle opzichten wilt veranderen naar het beeld van u. En dat u maar één ding van ons vraagt, dat wij onze handen in uw handen leggen. En dat we ons durven te geven, elke dag opnieuw. En dan mogen we ook weten, Heer, als we dat doen, dat u ons bewaren wil en ons bewaren zal, tot op die dag dat u zult komen. En Heer, in dat geloof mogen we dan ook deze dienst afsluiten. In de wetenschap dat de liefde van u, o God en Vader, en de genade die u geschonken hebt in uw Zoon Jezus Christus, en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons wil zijn, tot die dag dat u zult komen. Halleluja. Amen. I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers. Far and
It's who you are. It's who you are. It's who you are.